als je net begint met snoepbaarsvissen vanuit de boot, heb je eigenlijk maar een heel beperkt assortiment aan materialen nodig. Om te beginnen heb je een handhengel en een steunhengel nodig. Dat zijn twee hele verschillende hengels. Ik zal een korte uitleg geven. Dit is de handhengel. Je handhengel, daarmee breng je actief je aas in beweging, dus je jet in dit geval. Dus de handhengel is een stevige, harde hengel, lekker kort. Dit is een eendelige, een Okuma in dit geval. Je zorgt dat er een klein moletje op zit, met wel een goede slip en een redelijk hoge inhaalsnelheid. Je slip stel je zo af dat je met de hand lijn kan geven en weer kan nemen, om dus het bodemverloop te volgen. Een handhengel hoort dus ook licht te zijn. Licht, maar toch strak. Licht molen, maar wel van een goede kwaliteit. En op die hengel doe je bijvoorbeeld een 10/100ste gevlochten lijn, fluorocarbon voorslag en een jet. Ja, die jets die hebben we ook weer in verschillende formaten en types. Dit is een schoepstaartje. Een schoepstaartje brengt wat actie in het water. Die geeft een bepaalde actie, wat dus vis aanlokt. Daarnaast heb je ook nog de statische jet, dus het vorkstaartje of het pinstaartje, die heb je ook nog. Dit is een jet die uit zichzelf eigenlijk geen actie heeft. Dus die moet je er zelf in brengen, of juist niet, want je kan hem ook gewoon boven de bodem laten zweven. En dit kan op sommige dagen ook weer een trigger zijn om juist de vis te vangen. Dus het is altijd even kijken waar aast de vis het beste op het actieve schoepstaartje of op het statische vorkstaartje. Naast de handhengel heb je natuurlijk ook nog de steunhengel. En ja, de naam zegt het al. Die heb je eigenlijk in de steun of onder je kont op de stoel. Die hou je statisch erbij. Die doet dus niks verder. Het is een heel ander type hengel. Dit is een dropshot hengel, een 20 gram. Veel soepelere actie dan de handhengel. Dat moet ook, want als de vis je shed of je spiering aan de fireball of wat je er ook aanhangt pakt, moet die wel het aas kunnen pakken zonder gelijk erg geremd te worden in de bek, waardoor hij het aas loslaat weer. Dus hij is ook wat langer, deze is 2,70 meter, zodat hij ook wat meer uit de weg zit bij waar ik zit, de verticale. In dit geval heb ik aan deze hengel een grote statische jet hangen. Savage Gear Monster Slug met een rateltje erin ook. Doet verder niks, hangt alleen maar boven de bodem. En toch krijg je er heel vaak de aanbeten op als ze een wat meer statische aanbieding willen hebben. Als je gedwongen bent met iets zwaardere loodkoppen te gaan vissen, bijvoorbeeld doordat je heel snel varend wat meters wil maken of de stroming wat harder is, kun je ook kiezen om met een beetkast te gaan vissen en met wat zwaardere loodkoppen. Dit is een beetkast met een werpgewicht van 60 gram, waarmee ik zeg maar loodkoppen 35 gram, 40 gram vis. Voor als ik inderdaad flink wil gaan trollen of als de stroming zo hard is dat ik anders mijn jet niet aan de grond hou. Er zit 1500ste Dynamo op, ook weer flinke topactie en dit is een goed alternatief voor als je iets zwaarder wil gaan vissen. Dus laten we eens gaan kijken hoe het werkt. Ik hoop dat jullie hier wat van geleerd hebben en we gaan lekker naar het water.